Oranje spelers gaan stuk om Derksen grap depa. Terwijl Johan Derksen maandagavond in Veronica Inside de dialoog over racisme aanging met Natacha Harlequin en Dries Boussata, was Oranje International Memphis Depa in de knutseldoos gedoken om op sociale media de spot te drijven met de voetbalanalist. Dit tot grote hilariteit van onder andere oud-voetballer Zetger Davids, Pietro Willems en Justien Kluivert. Dat de Oranje Internationals geen fan zijn van Veronica Inside werd afgelopen week eens te meer duidelijk toen onder andere aanvoerder Virgil van Dijk aankondigde dat de selectie heeft besloten geen interviews meer te geven aan het voetbalpraatprogramma. Dit omdat Johan Derksen vorige week een vermeende racistische grap had gemaakt over rapper Akwasi. Wilfred Gené leek het daarom een goed idee om een aantal spelers van het Nederlands elftal uit te nodigen om maandagavond met Derksen de dialoog aan te gaan. De presentator van het programma kreeg echter nul op het request. Helaas wilde niemand komen. Uiteindelijk vond Gené in advocaten Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussata twee geschikte gesprekspartners die voor het tegengeluid moesten zorgen. Maar dus geen Van Dijk, Georginio Wijnaldum of Depa. Die laatste deelde in plaats daarvan op Instagram een foto van Derksen, afgebeeld als clown. Haters zullen zeggen dat het is gefotoshopt, schrijft de voetballer van het Franse Olympique Lyonnais er gekscherend bij. Met zijn creatie krijgt Memphis al snel de lachers op zijn hand. Wahahaha, schrijft rapper Lil Kleine. Ook VI-order Leroy verkomt niet meer bij van het lachen en reageert met hahahahaha. Giuliano Wijnaldum, de jongere broer van Georginio, houdt het bij twee lachende emojis, net als Justien Kluivert, Pietro Willems en oud-international Edgar Davids. Maar daar blijft het ook wel bij, want het overgrote merendeel van de mensen dat reageert ziet er de humor niet van in. Zo wordt Depa onder meer verweten kinderachtig, triest en laag te zijn. Zo schrijft iemand, jammer man, misplaatst van je. Hierdoor draag je alleen maar verder bij aan polarisatie in plaats van dat je met iemand een normaal gesprek aangaat. Laat je niet zo kennen, joh. Overigens was niet alleen Memphis Depa druk bezig zijn creativiteit tot uiting te brengen, ook Rian Babel deed een duit in het zakje. Op Instagram deelde de flankspeler een bewerkte video van Derksen met daarbij de tekst, Aicht, Johan. Grote pannenkoek. In de uitzending reageerde Derksen op de boycot van het Nederlands elftal. Eerlijk gezegd neem ik die spelers van het Nederlands elftal helemaal niet serieus. Diezelfde jongens die nu een ethisch statement maken, staan dadelijk met z'n allen het Wilhelmus te zingen in Qatar. Henk ten Cate vond het geen slaven, want die mensen waren er uit vrije wil heen gegaan, maar ik heb vanmiddag nog even bij Amnesty International gekeken naar de definitie van een slaaf. Die mensen worden uit Bangladesh, India en Pakistan daarheen gehaald, omdat ze geld willen verdienen,